glazen combinatiepil tegen zwangerschap zit in een strip met 21 pillen. Ze hebben allemaal dezelfde kleur. In elke pil zit dezelfde combinatie van twee hormonen, oestrogeen en progestageen. Dit filmpje gaat over wat je moet doen als je één of meer van de eerste 7 pillen van de strip bent vergeten. Ben je in die eerste stripweek 1 pil vergeten? Neem dan de vergeten pil alsnog in en maak de pilstrip verder af. Je bent dan nog tegen zwangerschap beschermd. Ben je in de eerste stripweek 2 pillen achter elkaar vergeten? Neem dan, binnen 12 uur na de tijd waarop je de laatste pil had moeten slikken, die pil alsnog. Je blijft dan tegen zwangerschap beschermd. Neem je de tweede pil niet binnen 12 uur alsnog in, dan is de werking van de pil niet meer betrouwbaar. Wat doe je dan? Neem de laatste vergeten pil alsnog in. Heb je seks gehad zonder condoom? Neem dan binnen 3 dagen de morning after pil om zwangerschap te voorkomen. Maak de rest van de pilstrip gewoon af. Maar gebruik de komende 7 dagen wel een condoom als je wilt vrijen. Heb je in de afgelopen 3 dagen geen seks gehad of wel een condoom gebruikt? Maak dan de rest van de pilstrip af en gebruik de komende 7 dagen als je seks hebt een condoom. Ben je in de eerste stripweek 3, 4, 5, 6 of alle 7 pillen vergeten? Dan geldt ook. Neem de laatst vergeten pil alsnog in. Heb je seks zonder condoom gehad? Neem dan binnen 3 dagen de morning after pil om zwangerschap te voorkomen. Maak de volgende 2 weken van de pilstrip wel af, maar gebruik de komende 7 dagen een condoom als je wilt vrijen. Heb je seks zonder condoom gehad en ben je te laat voor de morning after pil, dan kan je binnen 5 dagen na de seks een spiraaltje laten plaatsen om een zwangerschap te voorkomen. Bespreek dit op tijd met je huisarts. Heb je de pil weer 7 dagen achter elkaar geslikt, dan ben je weer beschermd tegen zwangerschap. Ben je 1 of meer pillen vergeten in de 2e of 3e week van de pilstrip? Kijk dan naar de filmpjes speciaal over die weken. Kom je er niet goed uit wat je nu moet doen? Bekijk dit filmpje dan nog eens samen of neem contact op met je huisarts.